als de grootste politietruck van het land in Schiedam staat. Daar komen we natuurlijk even langs. Hoe is het gegaan? Ja, super. Eigenlijk beter dan ik verwacht had. Je bent altijd afhankelijk, hè, van mensen of mensen bereid zijn om iets te roepen over hun eigen veiligheid en het gevoel daarvan. We hebben de gok genomen om deze bus hier neer te zetten. Het is een mobiel lab. Daar staan een heleboel computers in. Allebei de wijkagenten Joran van Leeuwen en ik hebben een enquête samengesteld waarin een aantal vragen worden gesteld. Een paar gesloten vragen. Ook een paar open vragen. En waarin de beleving heel goed wordt weergegeven met betrekking tot deze wijk. Mensen moeten daar uiteraard heel eerlijk op antwoorden. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen van nou ja, ik vind het helemaal niet zo goed gesteld. Hè, of ik vind dat de wijkagent het niet goed doet. En naar aanleiding van de resultaten hiervan kunnen we zaken bijsturen. Kunnen we misschien zeggen van nou, misschien doen we het goed. Misschien ook niet. Misschien moet het anders. Maar het is gewoon fijn om te weten van hoe staan we ervoor op dit moment. En soms doet het zeer. Soms is het juist heel fijn om te horen. En als ik dan kijk naar vandaag, ik denk dat we tussen de 250 en 300 mensen hebben gehad die de zaak hebben ingevuld. En er komen hele leuke reacties uit. Ook wat minder leuke reacties, uiteraard. Maar goed, dan is het weer goed dat je toch dat contact opzoekt met de mensen. En ik moet zeggen, al met al, dat ik heel tevreden ben. Want er is hier nog wel wat gebeurd, hè, met de Laan van Bolles, met dodelijke ongelukken waar jullie nog mensen zoeken. Ja, we hebben hier natuurlijk een vreselijk iets meegemaakt en dat onderzoek loopt, daar kan ik niet al te veel over roepen. Er zijn ook een heleboel mensen die daar wat van vinden. En het is niet alleen het ongeval, er gebeuren natuurlijk wel meerdere zaken in de wijk waar mensen wat van vinden. En het is heel goed om daarover met elkaar in discussie te gaan en te kijken van nou ja goed, wat kunnen we dan uiteindelijk doen. Dus. Maar geen bruikbare tips gekregen vandaag? Over het ongeval op zich niet, hè, want dat is al een hele lastige, precaire zaak. En mensen, als die dat gaan melden, zullen ze dat via een andere wegen doen. Maar wel een heleboel leuke tips gehad als het gaat om veiligheid binnen de wijk. En ook zaken waarvan ik zeg van, nou ja, weet je, daar heeft u gelijk in. U bekijkt het met een andere bril, hè, vanuit een bewoner, wij meer vanuit de professional. Dan denken wij meer over ernstige zaken zoals inbraken, mishandelingen, intimidatie, bedreiging. En bewoners, ja, dan zie je dat ze toch ook wel andere zaken hebben, zoals parkeren en hondenpoep, om maar even te noemen, is toch ook vaak prioriteit 1. En dan is de vraag van, nou, misschien moeten we daar in samenwerking met de gemeente en andere netwerkpartners daar toch ook wat meer aandacht aan besteden. Dat zou kunnen. En ik hoop dat deze enquête daar uiteindelijk wat licht over schijnt. Zeg maar. Gaan jullie het vaker doen? Wat je nu wel ziet is dat we steeds meer acties gaan doen in de wijk. Toevallig vandaag dit. Binnenkort hebben we een andere hele grote actie. We hebben een paar verkeersacties gehad. En het is goed als mensen aangeven waar de problemen liggen. Natuurlijk weten we dat zelf ook. Maar goed, als we samen dan kunnen zeggen van nou, daar ligt een prioriteit. Dan kunnen we dit soort acties herhalen. Het zou wel mooi zijn, want buiten het feit dat de bus en de enquête voor ons geweldig is, vind ik het contact met de mensen, en het is ook nog eens mooi weer. Ja, vind ik helemaal geweldig. Daar doen we het voor.